Na 6 jaar Barcelona is Feyenoord de laatste club in de spelersloopbaan van Ronald Koeman. De belangstelling is groot in Rotterdam, want Koeman speelde 78 interlands en won 2 keer de Europa Cup 1. Opmerkelijk stapt hij op de open dag in 1995 niet uit de helikopter. Benieuwd hoe dat volgende week gaat als Koeman voor de 2e keer gepresenteerd wordt in de Kuip. En of hij nog steeds dezelfde doelstelling durft uit te spreken als 16 jaar geleden. Feyenoord heeft altijd een elftal en moet een elftal hebben die meedoet voor het kampioenschap. En ik denk dat het dit jaar ook zo is. Als trainer werkt Koeman bij Vitesse en Ajax, met wie hij 2 keer landskampioen wordt. Via Benfica belandt hij medio 2006 bij PSV, waar hij ook kampioen van Nederland wordt. Na mislukte avonturen bij Valencia en AZ begint Koeman maandag bij Feyenoord, waarmee hij de eerste is die zowel als speler als trainer gewerkt heeft bij de traditionele top 3.